Goedemiddag, mijn naam is Jos Aars, augustus 2001. We gaan een mix maken met 300 gram proteïne, 6,3 gram vet en 13 gram vocht. Hier zijn mogelijke waarden van mengsel M1 en M2. Doe ik een aantal gram van mengsel 1. Ja. Wat gaan we doen hier? Een stelsel oplossen met een stelsel van Gauss-Jordan. Kijk ervoor naar mijn video over Gauss-Jordan om te weten hoe dit werkt. Hier gewoon een toepassing erop. We gaan M1 het aantal gram X noemen van M1, van Y het aantal gram van M2 en Z het aantal gram van M3. We zoeken dus de X en M1. Dan krijg je een stelsel 0,2X. Plus 0,1 m plus 0,15 z is dan uw proteïne 23 gram. Dus die waarde is 23 gram geven. Als je 0,02 neemt van het eerste, 2% van het eerste, 0,02x plus 0,06 m plus 0,05 y, zul je 6,2 gram vet hebben. Dus 6,2. Ten laatste, als je 15% neemt van x, dus 0,15 van x plus 0,1 van y plus 0,05 van Z heb je 16 gram vocht, dus 16 gram. Dan gaan we oplossen met een stelsel, we gaan opzetten in een matrixvorm. Dus we gaan gewoon een eerste matrix opschrijven. Krijg je dus 0,2, dus een matrix 0,2, 0,1, 0,15, 23, 0,02, 0,06, 0,05 en 6,2, 0,15, 0,05, 0,05 en 16. Nu, we gaan eerst halve menigvorm met 10 over het 100 om een mooi getal te krijgen. Hoeft niet, dan maakt het rekenen gemakkelijker. Dan krijg je een eerste kolom 2, 1, 1,5 en 230. Tweede rij gaan we vermenigvuldigen met 100. Ja, dan krijg je hier 2, 6, 5 en 620. Derde rij, gewoon met 10, krijg je hier 1,5, 1, 1,5 en 0,5, sorry, en 160. Ja. Dus dat gaan we gebruiken om te werken. Nu gaan we beginnen met de tweede. Eerst doen we R2 min R1. Dan krijg je 2, 1, 1,5, 230. Dus 2 min 2 wordt 0. 6 min 1 wordt 5. 5 min 1,5 wordt 3,5. En 620 min 230 wordt 390. Dat moet je eens uitrekenen. 390. Laatst doen we 4 keren R3 min 3 keren R1. Dan krijg je 6 min 6 wordt 0. Hier 4 min 3 wordt 1. 2 min 4,5 wordt min 2,5. En 640 min 690 wordt min 50. Hier krijg je 4 maal 160. Dat is 640. En 3 keer 230 is 690. En dat van kan er aftrekken, geeft u min 50. Ja. Nu gaan we het tweede in de kieten. Hier de 5. Dat betekent 5 keren R1 min R2. Dus 5 keren R1 min R2 geef je dan dus hier 10. Dan krijg je 0. Dan 7,5 min 3,5 wordt 4. Dus 7,5 min wordt 4. Dan 1150 min 390 wordt 760. Dus 230 maal 5 is 1150. Dus 230 maal 5 is 1150. Ja. Min 390. Ja, geeft je 760. Goed uitdrukking 760. Krijg je dus 760. Voor de tweede rij behouden de waarden, dus 0, 5, 3,5, 390. De laatste rij doen we dus 5 keer R3 min R2, heb je 0. Dan krijg je hier 0. Dan krijg je min 2,5 min 3,5 wordt 5, min 16. Dus min 2,5 min wordt min 16. En dan krijg je min 250 min 390 wordt min 640. Dat betekent dus, als je het uitrekent, dan de laatste rij, dus eens verrekenen, dus 5 maal 25 is 250 en 390 dan min 640. Nu de laatste rij zegt, min 16z is min 640, of z is 640 door 16 is 40. Dus voor z heb je 40 gram. Nu we zoeken echter de waarde voor M1, niet z, maar we zoeken de x-waarde in feite. M1 is de x, deze waarde die we zoeken. Daar ook eerst de eerste vergelijking, krijg je 10x plus 4y. Plus 4z is 760. Z was 40, dus 10x plus 160 is 460. Of 10x is 600. Ja, dat betekent dat 10x gelijk is aan 60. Of x is gelijk aan 60, dus antwoord D, 60 gram.